Yo, wat mensen, welkom weer terug. Mijn naam is Dylan, beter bekend YouTube's ID Stai. En welkom bij Hearthstone. We gaan er gewoon weer tegenaan. Ik ga weer spelen met mijn Priest deck. En we gaan kijken of ik een paar mensen kan ownen. Of ik iemand kan ownen met mijn Anduin Rin. Oftewel mijn Priest deck. En dit deck heb ik nog 0 keer verloren. En we zullen kijken of het zo blijft. Ik wil gewoon met de deck van Don. Dus de game meneer. Dus we gaan zien of ik weer kan winnen met mijn Priest deck. Ik heb het nu toe ongeslagen. Dus let's check it out. We gaan spelen tegen een worthy opponent. Bloop. Here we go. We spelen tegen een rogue. Versus Valera. Oké, okay, we spelen tegen een andere rogue. En ik ken rogues altijd goed. Oh god. Extra card. Oeh. Mind control doe ik weg. Nee, ik heb later wat terug. Goed. Ik wil dit houden. Ik hou deze van 3. Bij 3. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Goeie kant. Goeie kant. Goeie kaart in mijn hand in het begin. Goeie start, op zich prima start vind ik. Op zich vind ik het prima. Hij begint, of zij begint. Het is natuurlijk de rogue. Nou, die geeft zichzelf, dat is niet de daggers nog, dat kan nog niet. Nou, oh ja, wat wil je zeggen altijd, hè? Oh, hoi. Nou, dat doet niks in zijn beurt. Oh ja, yeah, nou heb ik die mind control die ik echt met had kunnen pakken. De engineer komt het veld op, mag je extra kaart pakken erbij. Nog een Holy Nova. Had beter gekund, had beter uit kunnen pakken. Helaas, niet gebeurd. We gaan het zien. Wat gaat hij doen? 2 mana, hij kan zichzelf de swords geven, de daggers, kan hij mij rechtstreeks aanvallen. Tegen Garkan spelen, ik wil gaan kijken of ik kan winnen. Nou, Garkan, doe wat. Wiehie! Wat kan ik hier doen? Hij geeft zichzelf een zwaardje inderdaad en dan valt me rechtstreeks aan. Was te verwachten. Maar nu kan ik hem ook aanvallen, dus dat maakt niet uit, dat komt goed. Silence a minion, altijd handig, ik kan mezelf ook terughealen. Ik heb 2 mana, dus dat is niet zo heel super fijn. Ik kan niks spelen, dus van hem aan. En ik heal mezelf gewoon weer terug. Zo, je ziet dat mijn hero power van de priest, voor degene die niet weet, is zichzelf restore to health. Naar iemand, maakt niet uit, aan mezelf, aan mijn minions, whatever. Ik kan ook zelfs de tegenstander een heal geven, vorige keer gedaan. Dat is wel heel stom is dat, maar goed. Ah, deal 1 damage, draw a card. Shift gebruikt, nou, ik heb nog 1 mana, hij kan dus zeg maar niks, hij kan alleen mij nog aanvallen. Of hij gaat voor een 1-for-1. En hij gaat voor de 1-for-1. Maar oké, okay. Dat is te begrijpen. Op zich goed gespeeld. Slim gespeeld in ieder geval. Hij had ook iets anders kunnen doen. Holy Strike, deal 2 damage. Die is heel handig om te hebben. Ik begin denk ik met mijn taunt op te zetten. En ik end mijn turn. Mijn taunt is het inderdaad. Je moet mijn monster aanvallen met taunt. En dat is degene met het schild door zijn heen. Hij heeft 3 HP. Maar niet uit. Dus zometeen moet Valera, dat is zij dus, de rogue zelf. Als ze me wil aanvallen, moet ze eerst deze aanvallen. Dus... misschien kan ze een spel spelen. Alsjeblieft, doe assassinate of zo, weet je wel. Maar dat kan ze niet eens, dan hebben ze 5 punten hebben. Dus ja. Als ze mij aanvalt doen met 1 bijvoorbeeld, gaat ze mij 1 HP af. En dan gaat het 3 waarde af. Oeh. Stormwind Knight. En dan ga ik charge. Had ik 2 HP over. Dus nou, oké. Okay. Allemaal goed hoor. Ik kan mezelf toch zo meteen terughealen. Oké. Okay. Nou, ik kan toch niet meer je mana's op. Ja, dat doe ik wel. Wat ik zeggen. Wat ben je allemaal aan het doen? Oké. Okay, wat zal ik doen? Wat is wijsheid? Deze beurt. Ja, mistakes zijn zeker gemaakt. Je bent een idioot. Want ik kan gewoon heel simpel. Dit terug in ieder geval 2. Dus weer 3-3. Nou, dan schakel ik die uit. Nou, die is dood. Dankjewel. Dan gaat je champion. Hij heeft wel 1 HP over zometeen. Maar ja, dat moet toch wel. En, Holy Smite. Nee, ik hou het erbij. We gaan het zien. Hij kan dus als hij wil, kan hij mij aanvallen voor één, met 1 aanval. Dan geeft hij 3 damage. Dus dat is de keuze die we maken. Ah. Handige kaart voor hem, slimme kaart. Ready for action. En een taunt, dit zet hij heel goed op, eerlijk gezegd. En hij gaat voor de... gaat hij voor de aanval? Ja. Nou, 3 damage bij hem erbij. Nou, dat blijft dus 25. Hartstikke handig. Vind ik niet erg, mag je van mij doen. Daar ben ik zelfs blij mee. Helemaal prima vind ik dat hoor jongens. Ik kan deze spelen, bam, ze allebei van het veld af. Maar dat vind ik een beetje waste. Ik heb er 2 van trouwens. Wat is wijsheid, jongens? Wat is wijsheid? Dit is wijsheid, denk ik. Als ik die speel, dan kan ik extra kaart pakken. En pak ik die. Daar ben ik best wel tevreden mee op zich. En ik kan deze spelen, maar ik end mijn turn met deze kaart. We gaan kijken, want de volgende beurt, ik ga afwachten wat hij gaat doen. Want hij gaat Assassin's Blade spelen. Holy noly, dat is gevaarlijk. Plus attack. Zo!
Hij gaat voor een dikke aanval van 5 punten op mijn HP. Hoppa. Hij valt me nog even rechtstreeks aan. Dit is niet wat ik verwacht dat dit is te doen. Ik vind het ook best wel stom dat hij het doet. Maar dat is zijn ding, hè. Dus, dan doe ik eens op die manier. Die gaat het veld op. Nou. Die spelen? Ja, ik speel hem. Nou, ik heb 2 heal erbij, dus daar ben ik super tevreden mee natuurlijk, met 2 heal. En pof, alsjeblieft. En de turn. Nou jongen, je mag kiezen wat je gaat doen. Of je schakelt mijn cleric uit, of ik blijf zo meteen kaart trekken. Als ik mezelf dat ga healen. Mijn minions. Of hij sept hem, dan mag je toch wel. Ook thanks. Thank you. Well played. Ik zeg wel played, stom gepleed. Ik had toch niks wat we kunnen doen. Een rifleman. Hij gaat rechtstreeks om mijn HP. Oh. Nou, dat is wel, op zich doet hij wel heel veel damage. Dat is best wel vervelend. Maar dat gaat helemaal goed komen nu. Aangezien ik nu 7-7 heb. Ik kan dit weer nog een keer die spelen. Ik kan ook die spelen. Ja, dat kan ik doen. Of ik wil eigenlijk een taunter spelen. Dat is wel... deze, dan moet hij in ieder geval zo meteen die aanvallen in plaats van mijn leven. Dan heb ik eentje over. Ja, die speel ik. Al die damage, die. Oké. Okay. Ik heb in ieder geval een taunt opgezet, dus hij moet zo meteen die aanvallen, verplicht. Tenzij hij hem assassinate, dan ben ik fucked up. Wat hij dus doet. Dat is precies wat ik dus niet wilde van hem. En dan valt hij mij natuurlijk aan met zijn blade. 5 damage. En zo blijft hij leven van me afsnoepen. Maar ik kan zo meteen nog maar één keer gebruiken. En ik ga zo meteen mind controlen. Kan ik healen. Kan ik whatsoever. Dus ik kan zo meteen leuke dingen doen. Dus dat ga ik zeker doen. En dan beginnen met die op het veld te gooien. We must cleanse the sun well. Hopsakee, die erbij. Gooi ik erop. Even kijken hoor. Ik heb nog 5 punten. Ik wil deze op het veld krijgen. Is someone injured? Ik kan mezelf healen voor 2. En dat kan hij dus, dan wou ik nooit eraf halen altijd. Maar ik kan mezelf heel terug healen. Dus het is een keuze die hij maakt. Nou, dat is 5 damage kan hij doen. Voor mij. Nog 1 keer. Dus hij mag uitkiezen wie dat gaat worden. Of mij, natuurlijk weer. Nou, wat ga je spelen, jongen? Kies maar uit, joh. Oké. Haalt die eraf. Met 2 damage gaat hij opgeven. Voor wat? Ah, fan of knives. Nou, dat is best slim. Op zich. Wel played. Er burnt wel 2 kaarten voor. Dus, zijn keuze, hè? Ah, kom op, Valera. Maak eens een beslissing of zo. Heb heel veel vervelende kaarten. Nog een keer fan of knives. Cut it out, bro. Maar ja, ik kan zo meteen. Ah, kut. Helemaal niet. Maar wel kan wel. Nou, ga je nog een keer een kaart spelen? What the hell? Zoveel kaarten heeft hij zand. Dat doet hij netjes hoor. Oh, scumbag. Stop het. Stop ermee, ouwe. Wie doet hij dat? Super vervelend. Maar maakt niet uit. Oké. Okay, nou, dan gaan we even niet. Nu gaan we er tegenaan. Ik gooi de Nordshire Cleric erop. Super. Die kan ik healen voor 2. Boom. Kaart pakken. Hopsakee, pak de kaart die ik nodig had. Heal herikosten. Hoppakee, nieuwe heal erbij. Heb ik 14 HP weer en hij is 16. Terwijl hij dat leven probeert te snoepen. Maar... boom. En de turn. Nou, nog 13 leven. Ik nog 14 leven. Maar hij kan me dat rechtstreeks aanvallen nog. Misschien heeft hij nog backstab. Wat voor dingen dan ook. Dus hij kan ook heel wat doen met de vervelende kaarten van hem. We gaan het zien. Nog een assist blade. Holy shit, hé. Ik moet een taunt minion krijgen. Anders ben ik echt de pineut zo meteen. Maar hij doet nu 3 damage in plaats van 5. Dat is wel beter. Hij kan kiezen of een van mij uitschakelen. Dan krijgt hij wel 3 damage of 1 damage. Of hij gaat 14 damage, of ik ga hem naar 11 brengen. Pak de engineer, kan hij nog een kaart pakken, speelt hij ook slim. Nu kan hij zeker, heeft hij zeker iets heel vervelends. Deze kaart gaat hij niet spelen. Oh. Hij gaat proberen beleven te snoepen nog een keer. Nou, dat speelt hij op zich handig. En de shield bearer! Oh, die heeft taunt. Dat is slim gespeeld van hem. Echt goed gedaan. Heel handig. Maar ik heb daar kaarten voor om dat tegen te gaan. Dus dat is helemaal prima. Ik kan een mind controlen. Dan heb ik een 0-4 taunter. Dat ga ik denk ik zeker doen.
Het is wel 8 punten, maar ja, ik doe het. Dankjewel. Sukkel. 2 HP. En als ik die dan doe, dan... Prima. Is hij dood in ieder geval. Nou, als ik dan deze heal... Die heeft damage gehad. Of zal ik mezelf healen? I don't know. Dat doe ik wel volgende keer. Dan moet ik die healen. Oké. Die dan. Boom. Boom. 9 HP. Alright. Zijn beurt. What is he gonna do? Met zijn 3 damage was echt zwaar. Dat is wel heel vervelend, weet je. Hij kan iets heel goed spelen nu. En dat doet hij. Hij probeert mijn leven weg te snoepen. Dat speelt hij slim. Maar 3, 1 is 4. Plus 3 is 7. Oeh. 7 damage kan ik wel eens kijken. Ik heb hem nog niet dood deze beurt. Dat is kut. Dus als ik een buffkaart pak, dan heb ik hem dood. Of iets dergelijks. Dus nou, hij moet sowieso, als hij zijn ding gebruikt, zijn 3 wapen, dan moet hij op die gaan. Wat gaat hij doen? Assassinate a minion van 3, oké. Okay. Dat doet hij raar. Nou ja, goed, zijn keuze die hij doet. Zijn keuze die hij maakt. Kom op, geef me een goede kaart, deel. Geef me een... Oh ja! Yeah. Oké. Okay. Die moet het veld op. Per champion die ik heal krijg ik kaarten, dus ik krijg 1 kaart erbij, dankjewel. Hoppakee, nog een kaart. Oké. Okay. En nog een kaart als het goed is. Oh nee, niet. Well played, dankjewel. Dat doe ik zeker goed. 3 attack or less. Dat is jammer, want hij heeft 4 attack. Dat zijn eigenlijk de minions die het sterkst tegen mij zijn. Maar wat ik kan doen, is ik kan die spelen. Dan heb ik die 4 damage. Dan heb ik hier nog op. Ik kan de Yeti spelen. Twee health, draw a card. Nou, doe ik dat wel even deze ronde. Die speel ik dan. Dan speel ik die ook nog. Storming Champion volgende beurt. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind. Ik kan hem gaan traden voor die, voor die. Dat ga ik ook denk ik doen. Is het wel waard. Boom! Oké, okay, ik heb een 0-5 taunt minion op het veld staan. Die moet hij aanvallen, dus hij gaat 3 damage op mij kunnen doen. En dan krijgt hij zelf 0 damage terug helaas, omdat hij 0 aanval hebt. Heb ik nog een mind control in mijn hand? Nee, helaas niet. Oeh, hij gaat voor 5 damage. Hij gaat hem in 1 keer uitschakelen. Well played. Hij gaat voor 12 damage, heb ik nog 12 over. Oké, ik hou 9 over. Maar hij is down. Hij is down. Hij is dood. 7 damage. Dat is 6 damage. Nou! Hier word ik niet gelukkig van. Nee, ik heb hem. Alsjeblieft. Holy smite. 2 damage erbij. Die. Plus die. En dan die. Uitgerekend. Precies genoeg. Bam! En hij is destroyed. Mensen, ik heb een rope geslagen met mijn priest deck. Nog steeds ongeslagen. 11 punten in mijn pocket. Oh ja, 11 minuten op pocket. Gewoon weer gewonnen. 11 heeft het nog over. Weer gewonnen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zie jullie vast wel weer in de volgende game. Dankjewel voor het kijken. De mazzel, tot ziens. En later. Peace!